Ik was werkzaam als mijnwerker, plongeur, barkeeper, copywriter, reclame- en kunstschilder, entertainer, journalist, producer, fotomodel en waarzegger. Ze gingen gebroken naar buiten. Ik verkocht ruim 500.000 platen, alleen al in 1986 100 schilderijen. Mijn belastingsschuld loopt in de tonnen en mijn dochter heet Lola. Hallo Herman. Dag. Hi. Yada Yada heet hij op een. Ja, dat zei de geest toen hij uit de fles ontsnapte. Oh. Ja. I see. Ja. En je boek? Zoon van alle moeders, waar gaat het over? Het zijn grepen uit mijn ervaring. Af en toe dan aangevuld met wat fantasie. Mm. Ja. Waarom heb je Joris Coolmans gevraagd voor de productie? Dat was oorspronkelijk meer omdat het zijn studio, dus dat was het enige wat we wisten dat het heel goed was. En wat ik van George verwachten kon, dat wist ik niet, omdat hij weinig gedaan heeft op dat gebied. Maar hij heeft mij enorm gecoacht. Hij heeft mij echt het meer uitgehaald als ik had vermoed dat er in me zat. Zo, nou, ik dat heb niet stom gesprot krijgen bijna. Hey, wil jij mij vertellen wat er in de top 10 staat? 10, Turn Back the Clock, Johnny Hates Jazz. 9, Heaven is a Place. Place on Earth, Belinda Carlisle. 8, Max van Paolo Conte. 7, House Arrest van Crush. 6, Angel Eyes, Wet, Wet, Wet. 5, Hitmix, Fun, Fun. 4, Father Figure, George Michael. 3, I Think We're Alone Now, Tiffany. En 2, Eindelijk een Idool, Sign Your Name bij Terrence Trent. En 1, The Time of My Life bij Medley en Warnes. Wat een waanzinnig tempo. Ja. Dankjewel. Ik mis alleen iemand erin. Wie? Ja, Herman, The Brood. Wie weet, Sleeping Bird komt wel oké. Wie weet. Ja, dankjewel. En wij kijken naar nummers 3 en 1 op 3. Tiffany and I Think We're Alone Now. Hello, this is Paul McCartney and you're watching Europe's number one rock show, Countdown.